Vierdaagse en de daarbij horende Vierdaagse feesten zijn weer achter de rug. Er is niks gebeurd, maar voelde de Nijmegenaar zich nou ook echt veilig? Daar gaan we het vandaag over hebben. En het kan je niet zijn ontgaan, de Pokémon Go rage. De meningen zijn er erg over verdeeld, dus wat vindt Nijmegen nou echt over deze kleine gekke beestjes? What does the fox say? What the fox say? Met alles wat er de afgelopen tijd in Europa is gebeurd, was in de aanloop van de Vierdaagse veel speculatie over de veiligheid. Is het nou wel veilig dat er op één plek zoveel mensen bij elkaar komen? Heeft het mensen er nou van weerhouden om naar de stad toe te gaan? Of hebben ze er eigenlijk niet over nagedacht? Wij gaan het uitzoeken. What the fuck, say? Blijf op de hoogte van de laatste nieuwsfeitjes via onze pagina facebook.com/altijd-en-1. What the fuck, say? Hoe heeft u daar Vierdaagse ervaren? Ik ben maar alleen een paar keer naar de wat zomerfeesten geweest. Een paar keer? Ja, 2 avonden, ja. En hoe vond u de veiligheid? Had u een veilig gevoel? Ja, nergens heb ik me onveilig gevoeld. Ik heb de Vierdaagse vuurwerken gekeken vanaf de brug, vanaf de Waalbrug. En ik heb me daar geen moment onveilig gevoeld. Dus bij de Waalbrug was het echt het toppunt van drukte? Ja, dat was best druk, ja. Geen seconde ook bij stilgestaan van, nou, misschien kan er wat gebeuren? Nee, eigenlijk niet. Nee. Ik denk dat politie en andere veiligheidsinstanties goed hun best hebben gedaan. Stond je van tevoren erbij stil dat het misschien niet helemaal veilig was, of had je dat gevoel helemaal niet? Nou, natuurlijk schiet wel even door je hoofd heen of zo, maar nee, ik heb niet daar heel erg lang over bij stilgestaan. Ook geen plaatsen dus gemeden? Nee, eigenlijk niet. Nee. We zijn niet geweest. Niet geweest? Oh, dat vind ik interessant. Mag ik 1 ding vragen daarover? Over de veiligheid? Nee? Mag ook gewoon nee zeggen hoor. Hoeft niet te negeren. Dankjewel. Fijn. Ben je naar de Vierdaagse geweest? Tuurlijk. Goeie antwoord. Vond je het veilig? Ja. Je dacht er even over na. Had je van tevoren misschien een idee van, misschien is het niet zo veilig met alles wat er gebeurd is in Europa? Ja, nou, ik dacht, als ik een terrorist was en de koning komt op vrijdag en het is druk, moeilijk te controleren. Ik dacht, dan zou ik het dan doen als ik het in Nijmegen zou doen. Precies. En heb het vuurwerk. Of tijdens het vuurwerk. En heb je die plekken dan nog gemeden op dat moment? Nee. Nee, dus uiteindelijk... Ja, ik ben er niet geweest, maar het zou niet meespelen. Vorige jaren ook goed gegaan, dus waarom deze niet toch? Dat vind ik een hele goede houding. Had u van tevoren bedacht, nou, er gaat misschien iets gebeuren tijdens de Vierdaagse qua veiligheidssituatie? Nee. Totaal geen angst? Nee, helemaal niet. Nee, dus daar waren wij niet geweest. Oh, nou, dat vind ik interessant. Bent u niet geweest omdat u niet leuk vond? Of ook heeft dat iets mee te maken met de veiligheidssituatie? Nee, ik ben naar de Zwarte Cross geweest. Oh, ook heel leuk. Nou, misschien kan ik het daaraan koppelen. Voelde u zich daar veilig? Super veilig. Ja? Ja. Dus heeft u niet zoiets met alles wat er gebeurt in Europa, dat je toch wat meer erbij stilstaat? Nou, je staat er wel bij stil, maar ik voelde me eigenlijk daar wel super veilig. Ja, oké, dus dat was totaal geen overweging? Nee, want ook als je daarna gaat handelen, dan heb je al verloren, eigenlijk. Dat vind ik een hele goede instelling, inderdaad. En je laat je dus niet van weerhouden om naar bepaalde evenementen of gedeeltes te gaan? Nee, dat kun je nergens meer naartoe. Je houdt de berichten wel in de gaten allemaal, wat er allemaal gebeurt in de wereld. Maar ik denk dat we het hier in Nederland wel goed voor elkaar hebben. Ik heb wel wat bewaking gezien. Ja, dat viel wel op, dat hij wat rondfietste. En dat gaf verder ook geen extra onveilig gevoel. Ja. Het hoort gewoon bij zo'n groot evenement, denk ik. Ja, precies. Dus eigenlijk zijn er andere evenementen misschien in Nederland waarbij je zegt, nou, daar zou ik dan wel weer bij uitkijken? Of nee, eigenlijk niet? Nee, eigenlijk niet. Oké, nou, goed om te horen. Heel erg bedankt. What the fuck, say? Twitter mee over de actuele nieuwsonderwerpen via @altijdn1 met hashtag WZHV. What the fuck, say? Al steeds meer jaren lijken mensen steeds meer verdiept te zijn in hun telefoon. Maar de afgelopen maanden lijkt het de pan uit te reizen. Mensen kijken op...